En hier rij je gewoon tussendoor en dan pas je op inderdaad voor dat ding, anders gaat het fout. Yo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Het is weer donderdag, dus dat betekent een nieuwe time trial. Vandaag is de time trial Galileo Park. Die kan je hier vinden bij de Vinewood, bij de Hollywood borden natuurlijk. Daarboven. Dan gaan we hem starten, dan gaan we even naar kijken waar we naartoe moeten. Dan moeten we daar naartoe. Volgens mij is dat ook een van de weerstation of zo. Of een kerk. Zoiets is het, ik weet niet eens precies. Dan gaan we natuurlijk respawnen. En dan gaan we hem hier starten. Je kan hier al meteen een shortcut nemen. Je kan hier achterlangs in plaats van over de weg. Dat scheelt je echt wel een seconde of vijf. Pas op dat je niet van je motor afvalt. Maar ja, hier volg je gewoon de weg. Gewoon vol gas. Je hoeft niet echt wheelies te maken. Als je deze shortcuts volgt natuurlijk. Hier is al een weg recht voor je. Die volg je. Je blijft een beetje aan de linkerkant. Wil links van die bomen hier gaan. En daar precies tussendoor. Ja, zo makkelijk is het eigenlijk. Dan kom je hier beneden, bocht naar links. Je kan hem vol gas nemen. Maar ik heb ervoor gekozen om gewoon even in te remmen. Omdat ik natuurlijk een paar shortcuts neem. Dus dan heb je gewoon wat tijdspeling. Super chill. Hier oppassen, want hier kan wel eens inderdaad een auto vandaan komen. En hier komt ook wel eens een auto van links, zoals je ziet. Of van rechts, en dan crash je. Dat is gewoon vervelend als je daar opnieuw moet. Heb ik één keertje gehad. Maar ja, dat is gewoon vervelend. Hier heb je ook wel eens, want dan zie je eigenlijk niet dat een auto van links kan komen. Komt ook wel eens een auto van links. Nou ja, dit is eigenlijk gewoon een rechte weg. Beetje de auto's ontwijken en dan... Zo moeilijk is dit niet. Hier ook. Even oppassen voor die kleine jumps. Dan ga je heel even op de rem staan. Dat je niet springt. Hier hebben we een kleine cut. Ging per ongeluk. Dat heeft mijn opname soms. Sorry daarvoor. Maar hier ga je gewoon door. Hier ga je tussendoor. En dan wou ik eigenlijk dat niet doen. Het kwam goed uit. Hier volg je de weg. En daarboven, daar is de waypoint al. Ik denk ook van, ben ik er nu al? Ik heb nog 25 seconden. Dus ik dacht, oké, kan ik het rustig aan doen? Ik zou hier tussendoor gaan. Gewoon tussen die bomen door. Dit stukje of rood volgen. En dan hier kom je bij een muurtje. Dus even remmen. Want ik weet dat ik toch genoeg tijd had. Even een wheelie maken. En zo makkelijk is het eigenlijk. En dit was eigenlijk alweer de time trial. 1.55. Nou, rechtboven zien jullie natuurlijk 100k. Dus je gaat hem op de bank zetten. Ja, dit was de video alweer. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Heel veel succes met hem te behalen. En ja, dan gaan we natuurlijk het geld even overmaken. En dan zie ik jullie bij de volgende video. En zoals ik altijd zeg, later.